Start ging op maandag 28 september mee op pad met buurtpreventieteam Ophoven. Hier kreeg het team Ophoven een wijkschouw van Dick Silvius met als thema Kijken in jouw buurt door de ogen van een inbreker. Na een theorieles van Dick kon de klas op pad om opvallende situaties vast te leggen door middel van een foto. Waarna deze werden besproken zodat het preventieteam eerder kan signaleren en acteren op verdachte en onveilige situaties. Een buurtpreventieteam wordt door bewoners zelf gedaan en is toezicht in hun eigen buurt. Zij kennen de wijk het beste. Zij kennen de mensen in de wijk het beste, zij kennen alle situaties het beste en zijn daardoor ook de ogen en de oren van de wijk en kunnen heel goed bijdragen aan een stukje veiligheid in de wijk en de mensen meer saamhorigheid brengen. Het wordt gewoon helemaal door bewoners gedaan en ze dragen zelf bij dat hun wijk beter leefbaar wordt. Waarvoor wordt deze avond gehouden? Vanavond is een avond... Dat is meer gericht op inbraakpreventie. Ze krijgen voorlichting hoe ze op een andere manier naar de wijk kunnen gaan kijken. Ze doen zelf een wijkschouw. Aan de hand van een aantal vragen gaan ze kijken wat bewoners kunnen doen om een huis te beveiligen. Dus eigenlijk de woningen zelf te beveiligen. Ja, ik heb groep 3. Dus is de boer. Waarom is het zo belangrijk? Nou, we zijn toch actief bezig met het terugdringen van de woninginbraken. En het zijn er veel meer dan je denkt. Dus we zetten ons daar actiever in en we zijn daar nu ook heel actief mee bezig. Dus, En vanaf wanneer zijn jullie gestart met dit team? We zijn medio juni zijn we begonnen. Dus we zijn nu in drie maanden zitten we echt aan de gang. We zoeken nog actieve nieuwe mensen. Jullie zijn nu op pad om wat waarnemingen te doen. Ik heb jullie net al een beetje in actie gezien. Waar moeten jullie nou echt specifiek op gaan letten? Eigenlijk gaan we kijken van, zijn er verdachte situaties in de straat? Zien we die niet, dan kunnen we gaan kijken, zijn er zwakke punten aan de woning te herkennen? Zijn die er, dan kunnen we die eventueel doorgeven aan de bewoners zelf. En ja, dan is dat dan aan hun zelf wat zij daarmee doen. Zien we wel iets verdachts, dan gaan we kijken van is het spoed, dan bellen we 112. Of is het niet spoed, dan kunnen we of eventueel het algemene politienummer bellen. Of we geven het naar de hand door aan de gemeente. En dan als er dan veel vaker hetzelfde voorkomt, dan wordt er ook doelgericht aanpak opgezet. Het is belangrijk voor het buurtpreventieteam dat zij de ogen en horen van de wijk zijn. Het is belangrijk dat zij gewoon in de straten lopen, contact met de bewoners hebben en de bewoners kunnen adviseren op het gebied van veiligheid. Het gaat niet alleen om veiligheid in en om de woning, maar ook om de veiligheid op straat. Wat vind je over het algemeen op straat? En gewoon dingen om inbrekers en bijvoorbeeld oplichtingspraktijken tegen te gaan. Wat is jouw aandeel in dit hele verhaal? Wat geef je de mensen en de buurtpreventieteams mee? Ik werk namens het CCV, Politie Keurmerk Veilig Wonen. En wij geven bewoners op bewonersavond vaak voorlichting over veilig wonen. Wat kunnen ze zelf doen om hun eigen veiligheid te vergroten? En daarnaast zie je bij steeds meer gemeenten een toename in het aantal buurtpreventieteams. Een heel goed initiatief dat bewoners zelf het heft in handen nemen om de wijk veiliger te maken. En ik geef ze tips en trucs, zoals nu ook in de wijkschouw, hoe ze dat over het algemeen beter kunnen gaan doen. Nu hebben we een beetje rondgewandeld hier in de buurt. Wat zijn dan echt opmerkelijke dingen wat jullie vandaag zijn tegengekomen? Ja, het belangrijkste wat bewoners kunnen doen en waar dus de buurtpreventisten de bewoners over kunnen adviseren, is het goed afsluiten van de woning. Het zorgen ervoor dat ramen en deuren niet openstaan. Mensen denken vaak van een raam en deur op de eerste verdieping is toch moeilijk bereikbaar. Maar als je kijkt naar de opklimmogelijkheden in een wijk, dan zie je heel snel dat door middel van een kliko of een ladder of een ander attribuut ze heel snel op de eerste verdieping en zelfs ook op de tweede verdieping kunnen komen. En daar staat net dat raam open. Dus vaak hoeft een inbreker niet eens in te breken. Hij maakt gebruik van de slordigheid van de bewoner.